Hij is uh, hoogleraar Informatica aan de Universiteit van Tilburg. Ik geef hem graag het woord. Nou, uh, hier ziet u een voorbeeld van een vergelijking van een random netwerk aan de linkerkant en rechts een skill-free netwerk. Het random netwerk ziet er heel uh, ja, random uit. En men dacht ooit dat sociale netwerken bijvoorbeeld en ook het internet een random netwerk was. Dus men dacht van nou, ieder persoon op aarde heeft gewoon willekeurige relaties in zijn of haar omgeving. En uh, die relaties zijn random. En uh, als u daar even over nadenkt, kunt u zich wel voorstellen dat het natuurlijk niet klopt. Want het is niet toevallig dat je een goede vriend hebt die Eskimo is, gewoon door de fysieke afstand. Wat wij doen in die moderne radiotelescopen is: we clusteren grote aantallen van dat soort ontvangertjes. Ze zitten allemaal hierboven op die paaltjes. En dit ziet u in, de, in de, de velden bij Exlo nu: er staan 10.000 van dit soort paaltjes. Die op zich allemaal een stukje van het signaal uit het heelal ontvangen. Nou zou je het liefst, als je astronoom was, al die antennes aan één hele gigantisch grote computer kloppelen. Om niks verloren te laten gaan. Elk bitje dat je uit het heelal hebt ontvangen wil je gebruiken. Nou, dat gaat dus absoluut niet werken. Dus wat wij doen is we clusteren dat. We clusteren dat heel gericht en heel bewust. Dat is niet zelforganiserend overigens. In de natuur ontstaan die netwerken vanzelf. Het is mijn ervaring dat als je mensen dat soort netwerken laat maken in hun fysiek zeg maar, meetsysteem, dat het dan niet vanzelf goed gaat. Dat mensen belangen hebben en niet altijd de kennis hebben van wat er, wat er in de fysica, de natuurkunde van het ding waar je naar aan het kijken bent gebeurt. En het is dus geen rendernetwerk. Dat is maar goed ook in dit geval. Als er een website is die heel bekend en heel belangrijk is, dan willen nieuwe websites graag verwijzen naar die, nieuwe, naar die belangrijke website. En dat heet ook wel preferential attachment. En dat is hier uh, geïllustreerd. Elk groen bolletje maakt bij voorkeur contact met een rood bolletje dat al veel verbindingen heeft. En dat zegt dus iets over de dynamiek, uh, de zelforganisatie van dit soort uh, netwerken. Nou, Facebook is een prachtig instrument om eens te kijken naar hoe dat gaat. Hier ziet u de eigenlijk de top 10 van uh, de meest populaire Facebook-pagina's. Uh, uh, ik geloof niet dat ik een van die pagina's ooit heb uh, aangeklikt. Maar uh, kennelijk zijn er een hoop poker-adepten uh, die uh, heel veel uh, bevriend zijn geworden met de Texas Holland Poker Site. Want dat is de absolute top. Dit is van ongeveer drie maanden geleden, geloof ik. En ook Michael Jackson doet het nog uh, heel goed. En Facebook zelf ook. Je kunt ook een netwerk bouwen van heel veel kleinere ontvangers, heel veel kleinere sensoren. en die op een slimme manier met elkaar combineren. Dat is heel makkelijk om dat te zeggen. Ik heb het zojuist gezegd, dus dat blijkt wel dat het makkelijk is om het te zeggen. Maar daarmee ben je er niet. Want gewoon lukraak een, een, een zooi antennes pakken. en die aan elkaar knopen, dan heb je geen werkend systeem. Dus het moet, moet wel op een bepaalde manier gebeuren. Uh, nou, dit uh, slaan we maar even over. Kijk, de, de natuurkunde. Even los van wat je daar dan aan associaties uh, mee hebt, uh, Newton en Appels en dat soort dingen. Uh, natuurkunde die stelt zich vragen, dat is des wetenschaps. En die vragen die stel je omdat je naar het heelal kijkt of naar de natuur kijkt en je wilt een antwoord hebben. Dat is onze, de primaire drijf van natuurwetenschappers. De kennis van het structuur en het gedrag van die netwerken is uh, van belang in vele domeinen om inzicht te krijgen in en voorspellingen te kunnen doen over de toekomst. En uh, daarom zou ik willen afsluiten met het statement dat modellen van zelforganisatie, met name netwerkmodellen van de zelforganisatie, de toekomst hebben.